De Partij van de Burgers, kortweg PVDB, heeft zijn kandidatenlijst bekendgemaakt. De partij, opgericht door de vorig jaar overleden Pieter van den Burg, is in Tiel een niet meer weg te denken factor in de Tielse politiek. In de vorige periode begon de partij met 1 zetel in de gemeenteraad en groeide door tot de uiteindelijke huidige 5 zetels. Carla Kreuk-Wilderman is de huidige fractievoorzitter en is tevens gekozen tot lijsttrekker van de partij. Daarnaast is zij door de leden van de PVDB naar voren geschoven als wethouderskandidaat. Tijdens een informele bijeenkomst werd er teruggeblikt op de afgelopen periode en werd het partijprogramma verder toegelicht. We presenteren ons fantastisch team die tijdens de gemeenteraadsverkiezingen mee gaan doen. We hebben een mooie lijst samengesteld, heel divers, van alle lagen uit de samenleving. En er zullen een aantal bekende gezichten op voorkomen. Misschien ook een paar wat minder bekende gezichten die nog eerder niet bij ons op de lijst staan. Maar we hebben echt een fantastisch team waar we mee aan de slag willen. 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dan kunt u allemaal gaan stemmen. Wij rekenen op u. U kunt ook op ons rekenen. Lees vooral ons verkiezingsprogramma. Eind van de week komt het online met als thema focus en de boel op orde. Want dat is ook echt nodig voor Tiel.